Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Oh. Welkom. Hoop. Ik zou iedereen willen aanraden om alle hoop te laten varen en te vervangen door iets beters. Hoop doet namelijk niks. Hoop is ultieme passiviteit. Je hoeft er niets voor te doen. Je kunt iets gaan hopen en dan achteroverleunen en het lot laten zegevieren. Je hoeft geen brief te schrijven, je hoeft geen boom te planten, je hoeft zelfs niet na te denken. En zelfs bidden en mediteren is nog wat, omdat je dan tenminste nog iets... Je spreekt hogere krachten aan, zoals goden, engelen, kabouters, djinns. En ook daarbij geldt, als je het zelf kunt doen, laat dan niet die kaboutertjes voor je rennen. Bij hoop leg je ook de invloed buiten jezelf. Het is slachtofferschap avant la lettre. Ga niet hopen dat je boekenrekord houdt, maar sla er nog een extra spijkertje in. Of laat je broer naar kijken, want die heeft er verstand van en die ziet dat je nog een kruisverbinding moet aanleggen. Dan heb je er vertrouwen in dat het boekenrek het ook houdt. Want vertrouwen is heel wat anders. Bij vertrouwen heb je inzicht in de situatie die zal leiden tot een gunstige uitkomst. De vraag is dus daarbij dus niet of het goed komt. Je hebt reden om aan te nemen dat het goed komt. En dat is voor kleine en grote wereldproblemen wel wenselijk. Oplossen, dat kun je zelf. En Hendrik helpt. Bedankt voor het kijken. En dan gaat Hendrik niet hopen dat je even die knop indrukt, maar hij vraagt erom. Dus wil je even liken. Dank je.